Even een stilstop. Analyse van gebeurtenissen. Actie. Wappie wordt gearresteerd in Groningen. Hoop geschil gekrijs. Hij zegt voor de duidelijkheid, jullie mogen hier demonstreren. Ja, deze jonge mensen die zijn waarschijnlijk heel weinig op hun bullshit aangesproken door hun ouders. Achter de Xbox en kindercrash. Nou, wie in de kindercrash bij de overspannen kinderjuf het meeste gilt, die krijgt de meeste aandacht. Hè? Ook allemaal niet goed, allemaal van die carrièreouders, toestanden, mijn oude gezinnen, weet ik veel wat. Van alles en nog wat. Deze agent spreekt zich gewoon correct uit. Hij zegt, luister jongens, hij zegt ook later ook, jullie mogen demonstreren. Hou die 1,5 meter in acht. Later beginnen ze over, ja, het zat er helemaal vol met snuiven en zuipende mensen. Nou, oké, maar het gaat om het nu. Dat er niet opgetreden wordt bij bepaalde overlast, ja, daar ben ik het ook niet mee eens. En ik heb ook heel wat overlastbronnen in Utrecht uitgescoopt. En ik ben daar diep in geïnfiltreerd. Maar fijn, ik drijf af. Nu gaan we even verder. Dus de gangpadkinderen, vergeet niet, de gangpadkinderen. Ben je 13 minuten met zo'n kind bezig omdat hij de kinderüberraschung niet krijgt? Ja, en dan is dat speeltje toch niet leuk. Of je kan naar de eerste hulp omdat het speeltje in de neus of doorgeslikt zit, is of zit. Ja, ik heb hier een eindafgelegd. Laten we even praten. Laten we praten. Dat zijn onze grondwetten, moeten respecteren. Ik ben hier namens de koning, ja? Wat? Ja? Wat zei de koning ook weer? Wat zei de koning? Nou, kijk precies. Of 1,5 meter afstand niet drinken. Ik drink sowieso niet. Oké, jongens. Dat zei hij inderdaad. Daarvoor doe je het toch? Ja. Wat doe je even normaal, joh? Ja. Dus, nou, dat even zo. En hij zegt, nou, niet aan de collega's, allebei mijn keuring. Hij spreekt ze net aan. En, te provoceren, te gaan lopen knuffelen. En wat hoor ik de laatste tijd de hele tijd? Ja, verbinding, verbinding, verbinding. Oh, nou, als je verbinding wil krijgen, ga dan ook niet tegen deze agenten beginnen. Dit is een agent. Ik ken ook uniformen. Nou, wacht even, ik zit even met de camera gedoe. Deze mensen worden gewezen op een bullshit. En, pardon voor mijn taalgebruik. Heel even nog verder. En daarbij gaat ze in foetushouding op een gegeven moment liggen. Niet begrijpen dat ze nou eens een keertje terecht gewezen wordt. Met een konijnenpakje aan en zo. Een jonge dame van ik denk van nou, die heeft volwassen leeftijd bereikt. En zo'n MK Ultra konijnenpak is een beetje eng. Of zo'n berenpakje dus met die oortjes erop. Wauw. In ieder geval, de agenten zijn zeer coulant. Ja, en zonder haar te boeien wordt ze meegenomen en dan gaat ze ingewikkeld open doen. Ja, dat hebben we anders gezien en dat ben ik er ook niet mee eens. Ja, maar iemand die meewerkte, die zegt ik werk mee, werd hij in de boeien geslagen. Ik heb natuurlijk niet gezien wat er vooraf is gebeurd, dus daarom is het. Kan ik aannames maken en kan ik het fout hebben, maar in dit geval. En die gaat lopen schoppen en slaan in de politiewagen. He, had het stuk gegaan, dan zijn het ook natuurlijk weer kosten. Dat geldt ook voor stickers plakken op ME-wagens en alles en zo. Dat is allemaal kosten. Het moet er allemaal afgehaald worden. Een wagen minder, allemaal toestanden, logistiek. Mensen, denk na. En tot de volgende analyse. Analyze this.